geven nog 9 te gaan dit weekend in de toestelfinales. We gaan zo direct naar de eerste finale bij de vrouwen. En ook die wordt geïntroduceerd. Het toestel wordt geïntroduceerd door Verona van der Leur. Eerste element. Oh, Arabier. Ja, salto. Djurtsenko is altijd mijn favoriete techniek geweest. Je begint met een Arabier op de plank. Om dan vervolgens achterwaarts verder te gaan. De techniek is geïntroduceerd door de Oekraïense Natalia Yurchenko. Natalia Yurchenko deed de sprong met een gehurkte salto en een hele schroef. Daarna zijn anderen de sprong verder gaan ontwikkelen. 1, 2, 3. Bij de Olympische Spelen in Barcelona deed de Nederlandse Elvira Becks een Yurchenko met een gestrekte salto en een hele schroef. Toen nog over het oude springpaard. Weer 9 jaar later, op mijn WK-debuut in 2001, is het paard vervangen door deze Pegasus en is deze beschermkraag om de plank ingevoerd. Ik turnde altijd een Yurchenko met een dubbele schroef, zo ook op mijn laatste EK in Frankrijk. Er zijn al enkele turnsters die een 2 en een half Yurchenko turnen, dus de Yurchenko-techniek is nog lang niet uitontwikkeld. Was dit een favoriet onderdeel voor jou, Fieke? Ja, je microfoon. Ja, nee, dat was zeker een favoriet onderdeel voor mij. Zeker in mijn tweede carrière. Daar heb ik ook vorig jaar in Londen, was dit een van de toestellen waar ik ook op uitkwam. Ja. Is het toestel sinds jij begon met turnen er geëvalueerd? Moest je steeds moeilijkere sprongen maken ook? En was dat nog bij te houden voor je op het laatst? Jawel, ik heb ook nog over dat oude paard gesprongen, wat Verona net zei. En toen ben ik eigenlijk begonnen met een Yurchenko met een halve draai. En ik eindigde vorig jaar in Londen met een anderhalve draai. Dus, En zou dat nu nog voldoende zijn of moet je al naar 2 draaien toe? 2,5? Wat we dadelijk gaan zien zijn dat 2 Russinnen. Die zijn echt weer een niveau omhoog. Die maken op dit moment een 2,5 schroef. Ja, en dat is echt weer een niveau omhoog. En die 2 Russinnen, zijn dat ook de favorieten? Mustafina zien we onder andere. Dat was ook de winnares van de meerkamp. Ja, Mustafina inderdaad. En Tatjana Nabieva. En er is nog 1 Amerikaan, die kan er ook al mooi tussen komen. Oké, okay. Inmiddels zijn ze volgens mij aanwezig. Dus we gaan snel terug naar Hans. Ja, en hier worden de turnsters voorgesteld. De 8 finalisten voor het onderdeel sprong. En we zien al gelijk al het lengteverschil tussen de verschillende finalisten. We hebben hier een finale met 2 Amerikaanse turnsters. 1 Australische, een turnster uit Oekraïne, eentje uit Roemenië, eentje uit China en 2 uit Rusland. Ze zijn hier in Ahoy zojuist even voorgesteld. Aardig dat blauwe ding wat daar ligt, dat is die kraag waar Verona van der Leur het over had. Dus bij de Yurchenko sprongen moet die kraag om de plank heen als beveiliging. Dat hoeft dus niet bij de andere sprongen. Bijvoorbeeld de overslagsprongen waarbij je voorwaarts naar de Pegasus toe springt. De eerste finalist op sprong komt uit de Verenigde Staten van Amerika. En we zien daar het bordje links van haar met D, dat is difficulty, 6.30. Dat is een zeer hoge moeilijkheidsgraad van Alicia Sacramone. Eerste sprong. Ja, prachtig. Een handstand overslag met een anderhalve salto en dan nog een anderhalve schroef daarin. Dat is dus 6.30 waard. Nou, als je boven de 6 zit met je moeilijkheidsgraad, dan zit je bij de absolute wereldtop. En we zien ook een hele hoop sprongen nog die tussen de 5 en de 6 waard zijn in deze finale. Dus dit is echt gelijk al onmiddellijk een hoogtepunt van deze 23-jarige turnster uit Massachusetts. We zien ook dat ze landt een beetje rechts van die middelste witte lijn. De jury let daar tegenwoordig heel sterk op. Sinds Peking is de regel ingevoerd dat als je niet op de witte lijn landt, en dat doet ze niet, dan krijg je een aftrek. Er zit in het verlengde van die witte lijn zit een lijnrechter met een rode vlag. En die steekt dan die vlag omhoog, noteert dat, die aftrek, en dat wordt dan verwerkt in de score. De moeilijkheidsgraad is dus 6.30, difficulty. En dan komt uitvoering 9.10 bij van de maximaal haalbare 10 punten. 15.400. Nu moet er nog een tweede techniek komen die anders is dan de eerste. En we zien hier de moeilijkheidsgraad 5.8. Een sprong uit groep 4. Uit de Yurchenko groep.
En dat is de Yurchenko met een dubbele draaiende lengtas. Hier komt hij. Ja. Na de landing heeft ze een grote hup achterwaarts. Dus ze had eigenlijk nog translatiesnelheid over. Als je het helemaal perfect wil doen, moet je natuurlijk onmiddellijk staan. En waar de jury vooral op let, is hoe hoog je stijgt van de Pegasus af. Dat is een heel belangrijk criterium. Kijk, ze gaat achterwaarts naar de Pegasus. Daar moet ze stijgen. De lichaam blijft mooi strak. Dat is niks mis mee. Ze landt links nu van de witte streep. Daar krijgt ze dus een tiende punt aftrek voor. Ja, en die nahup, ja, dat is misschien wel 3/10 van een punt. Benen blijven strak bij elkaar. Dat is goed. Dus de houding ziet er goed uit tijdens de sprong. Vaak zien we de benen even wat openen in de eerste vluchtfase. Dat doet Alicia niet. Ja... Daarmee stelt zich heel nadrukkelijk kandidaat nu voor de wereldtitel. Deze Alicia Sacramone, die al heel veel titels heeft gewonnen op dit toestel. Bij de Olympische Spelen werd ze vierde, dus pakte ze net naast de medailles. Maar bij de wereldkampioenschappen in 2007 werd ze derde, won ze brons. De score voor de tweede sprong uitvoering is 9.20. En dan wordt van twee sprongen het gemiddelde genomen. En dan komt ze op 15.200. Dat is de eindscore voor de Amerikaanse Alicia Sacramone. En dan uit Zwitserland, Arielle Kesslin. Deze maand 23 jaar geworden, uit Luzern. Vorig jaar in december zagen we haar bij de Univ Gymgala's. De Europees kampioen van 2009. Springen. Ja, dezelfde techniek als de Amerikaanse deed als eerste sprong. Namelijk de handstand overslag met anderhalve draai en anderhalve salto dus. Naar mijn gevoel was die lager in de tweede vluchtfase. Dus de amplitude, zoals dat dan heet in de tunnelsport. Ja, de hoogte was minder dan die van de Amerikaanse. Maar ze landt wel op de witte lijn. Dat zien we hier ook. Dat geeft wel weer geen aftrek. Maar die hoogte is heel belangrijk. Daar kan de jury heel veel punten voor aftrekken. En dat, dan hebben we het over de remhefwerking. Hè. Je moet de voorwaartse snelheid omzetten in hoogte. Nou, daar trainer Zoltan is erg tevreden. Is erg blij ermee. En dan moet nu nog de tweede sprong gaan komen. Maar eerst wachten we even op de score van deze eerste sprong. Was in de afgelopen twee jaar sportvrouw van het jaar in Zwitserland, 2008 en 2009. We hebben de score, dat is 15.166. Dat is dus gemiddeld iets onder de eindscore van Sacramone. En ze gaat nu een sprong doen van 5.80. En ook dat is de Tsukahara, de Yurchenko met een dubbele draaiende lengtas. Dus hetzelfde programma als de Amerikaanse. Dan hebben we een mooi vergelijkingsmateriaal. Ja, en wat ik eigenlijk zei over de eerste sprong geldt hier nog in meerdere mate. Ze had de onvoldoende stijging van de Pegasus. Dit is haar trainer, een man uit Hongarije, Zoltan Jordanov. Ze heeft onvoldoende stijging van de Pegasus. Het ziet er natuurlijk allemaal mooi uit. Maar om even het verschil te duiden. Kijk, de armen zijn ook licht gebogen en die strekt ze niet echt uit. Je moet dat onmiddellijk uitstrekken, zodat je de voorwaartse snelheid omzet in hoogte. Dat doet ze niet, waardoor ze ook wat diep landt. Let maar eens op de landing. Kijk, ze heeft een laag in de schouders, dus de landing is diep. Ja, en daar krijg je natuurlijk ook veel puntenaftrek voor. Dus we kunnen eigenlijk nu al vaststellen dat de Zwitserse Kesslin dus nooit de Amerikaanse Sacramone kan overtreffen. Ze zal er dus ruim onder zitten. Maar ja, we hebben 3 medailles. Ja, ze is gehokt op 2 misschien. Of bedoelde ze iets anders? Deze sympathieke Arielle Kesslin. Ze heeft inmiddels haar gymnasiumdiploma. En ja, dat zie je toch heel vaak bij turnsters, dat ze een topsport van 30, 35 uur training per week heel goed kunnen combineren met succesvol onderwijs. Dat kan natuurlijk alleen maar als het onderwijs zich aanpast aan de trainingsbelasting en aan de hoeveelheid trainingsuren die je moet maken.
In Nederland hebben we daar de speciale loodscholen voor. 1/10 punt krijgt ze aftrek. Penalty zie ik hier. Dat was dus een lijnfout. En dan houdt ze 14.400 over. Het gemiddelde telt is 14.783. Kerstlin 2, Sacramone 1. En we hebben een nieuwe koningin in de turnen sinds gisteren bij de Olympische Meerkamp. Deze Aliya Mustafina uit Rusland. Een prachtige turnster. 6,5. Dus nog moeilijker dan Sacramone gaat zij doen. Nou, we zijn benieuwd. Ja, en hier zien we nou de sprong die Verona van der Leur voorspeld had. En ook Fieke Willems, namelijk een 2,5 draai om de lengteas in de tweede vluchtfase. Dat is weer een vernieuwende stap in de Jurchenko-techniek die ooit in 1983 begon in Boedapest. Bij de wereldkampioenschappen door Natalia Jurchenko uit Oekraïne. Dan zien we het achterwaarts. Kijk, en dan gaat ze nu draaien. Ze begint achterwaarts en ze eindigt voorwaarts. Dus heeft ze 2,5 draai gemaakt. Wel een pasje bij de landing. En als we op de beenhouding letten, dan zien we ook dat die niet strak bij elkaar blijven. Even geopend in de eerste vluchtfase. En dat was bij Sacramone natuurlijk heel goed verzorgd. Het verschil in de D-score tussen dubbele draai en 2,5 draai is 1/17 van een punt. Nou, de vraag is nu of dat zich loont. Ja, dat loont zich zeker. 9,233 is de uitvoering. 15,733 is nu de score. En de Amerikaanse moet duchten dat de Russin overaaneen gaat. Wat gaat ze als tweede sprong doen? En ze doet weer een sprong van boven de 6 punten. 6,10. Kijk, en er komt uit de groep 5,32. En dat is dus de groep van de Jurchenko met een halve draai. Dus achterwaarts naar de plank. Dan snel een halve draai maken. Dan ga je voorwaarts naar de Pegasus. Let op. Ja, een zeer moeilijke sprong. De eerste fase zag er goed uit. Ze maakte ook die halve draai naar de Pegasus. Toen moest natuurlijk de remhefwerking komen, de hoogte. En ja, mijn gevoel is dat ze daar wat minder floreerde. En vandaar ook dat ze tegen de voeten in land op de mat en een stapje terug moet doen. Dat duidt erop dat je iets te weinig breedteasrotatie hebt. Kijk, halve draai, afstoten. Salto met een hele schroef. Diep in de landing, stapje achterwaarts. En we zien haar ook landen links naast de middelste streep. Ook daarvoor krijgt ze dus aftrek. Een super moeilijke sprong. Die qua stijl wat minder is. En ja, daar gaat het weer om, die balans. De Amerikaanse sprong hier 5,80 moeilijkheidsgraad. En Mustafina 6,10. Moedigt inmiddels haar landgenoten aan. Wat wordt de score van Aliya Mustafina? 16 jaar is ze geworden op 30 september. De turnster uit Moskou. Die nu al 2 gouden medailles op zak heeft hier in Rotterdam. Goud met het team. De landenwedstrijd. En goud in de individuele meerkampfinale. Aliya Sacramone kijkt gespannen toe. Wat gaat het worden? 15.200 is de leidende score op dit moment in handen van de Amerikaanse. 15.200. En Mustafina had voor de eerste sprong 15.733. Dat is een halve punt extra. Dus ja, ergens 14.600, 14.500 zit een cruciaal punt. Als dat de score wordt voor de tweede sprong, dan blijft de Amerikaanse nog aan kop. En de jury is nu aan het rekenen. En onder die jury zit ook het Nederlandse jurylid Esther Heijnen. De regel is dat bij dit soort finales met al die juryleden er geen enkel jurylid zit van een land wat vertegenwoordigd is in deze finale. 5,70 is het geworden, de moeilijkheidsgraad. Dus hij is als gehoekt gerekend. Uitvoering 8,800, -1/10 voor die lijnfout, 14,400. En inderdaad, Sacramone staat nog aan de leiding en Mustafina is tweede. Ja, ik vraag me af of ze dat nu realiseert. Maar we hebben nog een kanjer hier, Tatjana Nabieva. Eerste sprong.
Een 2,5 schroef. Tenminste, dat gaf ze aan. Ook weer zo'n sprong van 6,5 punt. Maar was ze wel echt helemaal gedraaid in die laatste halve draai? Want van afstand zie ik dat de landing... Ja, de voeten stonden niet helemaal uitgedraaid. We gaan er eens even heel scherp op letten hoe haar voeten staan op het moment dat ze op de mat komt. Want daar gaat het om. Daar kun je zien of inderdaad die 2,5 schroef gemaakt is. Nou, dat is dus nee, hè? Nee. En ook nog even naast de witte lijn. Dus dat is nog een tiende punt extra. En ook de houding. De houding, de lichaamshouding tijdens de vluchtfase is niet strak. Nog een keer. Kijk, let op de benen. Hier uit elkaar. Licht gebogen. En niet volledig uitgedraaid. Dus nou zou het heel goed kunnen zijn dat de jury zegt... Hij wordt afgewaardeerd. Je krijgt geen 6,5 als deze score, maar je krijgt 5,80. Dan ben je gelijk 17e punt kwijt. En dan nog even los van de houdingsfoutjes, benen uit elkaar, benen gebogen, net naast de lijn landen. Dat telt allemaal mee. Dus we zien Alicia Sacramone al lekker ontspannen zijn. Want ze wist dat ze vooral de concurrentie moest duchten van de twee Russische meisjes. En die laten het nu op dit beslissende moment toch een beetje afweten. Ze hebben het in de kwalificatiewedstrijd beter gedaan. Want het waren toch de twee Russische meisjes die in de top zaten van het klassement toen. Goed, ze krijgt, Mustafina geeft de laatste aanwijzingen aan haar landgenote Nabieva, Tatjana Nabieva, ook 16 jaar. Dat moet ze nog worden. Niet natuurlijk deze Amerikaanse, Sacramone, 23 jaar, zeer ervaren. En Nabieva die kijkt eventjes naar de score. Heeft nog niet het sein op groen gekregen. De score weten we nog niet, die is nu bekend. Hij is inderdaad afgewaardeerd van een 2,5 schroef naar een dubbele schroef. 5,80, zie maar. 8,933 erbij. Dus komt op 14,733. Dat is ruim onder Sacramone en onder haar landgenote Mustafina. Wat gaat ze nu als tweede sprong doen? Ja, dan heeft ze dus een sprong die beduidend minder waard is. 5,20. Ze had het dus vooral moeten hebben van de eerste sprong. Ja, toch een sprong van in de 6 punten. Want ik zie hier in de eerste vluchtfase een halve draai. Ze kiest dus nu voor een andere sprong om de schade die ze opliep bij de eerste sprong zeg maar te neutraliseren. Voor een moeilijkere sprong. Als dat ze in de kwalificatiewedstrijd deed. Ze doet de Yurchenko met een halve draai naar de Pegasus toe. En dan de anderhalve salte voorover met een hele draai. En kijk, dat sportief krijgt al de felicitaties van de twee Russische meisjes. En Sacramone, de Amerikaanse, staat er nu lekker ontspannen bij. Nou, daar komt ze aan. We gaan eerst de halve draai uitvoeren. Kijk, hier is die halve draai. Dan de overslag. Maar is die wel gestrekt? Nou, hij is denk ik ook nog gehoekt. En dan krijg je ook weer een tiende punt minder in de D-score. Halve draai. Houding is niet helemaal goed. Ja. En dan die hele draai. Ziet er ook niet echt schoon uit. Dus hier zien we. Ja, nee, dat lichaam is niet gestrekt. Het is gehoekt. Dus ook deze sprong zal worden afgewaardeerd naar een lagere waarde. Want uiteindelijk krijg je dus de D-score die past bij de sprong die je daadwerkelijk hebt uitgevoerd. Je wordt dus bijvoorbeeld niet extra gestraft van je hebt een verkeerde sprong aangegeven. Dus daar geven we extra aftrek. Nee, dat wordt niet bestraft. De jury beoordeelt gewoon objectief wat heb jij gedaan. Dat is de D-score. En de E-panel kijkt dan hoe heb je dat gedaan. En dat is de E-score. Ja, Nabieva had gisteren pech in de meerkamp. Ze maakte een fout waardoor ze kelderde in het klassement. Een zeer ambitieuze turnster, die Nabieva. Maar we zien hier nu de eindscore. 14,599. Dat is de eindscore en daarmee staat ze definitief op de vierde plaats. 1 Sacramone, 2 Mustafina, 3 de Zwitserse Kerslin. Next gymnast on vault from Great Britain, Imogen Harris.
En de teleurstelling is natuurlijk groot bij Nabieva. Voor Groot-Brittannië. Imogen Cairns. 21 jaar. Doet de anderhalve schroef. 5,30 waard. Ja. Ziet er schoon uit. Qua houding. Minder moeilijke sprong. De anderhalve schroef. De sprong dus waarmee Fieke Willems dus ook op de wereldkampioenschappen vorig jaar liet zien. Benen wat uit elkaar in de eerste vluchtfase. In de tweede vluchtfase lichaam gestrekt, benen gesloten. Goed in het midden geland op de witte lijn. Dus alles zit in één lijn. Zo moet dat ook. Aanloop, sprong, zweven en landing. Maar even wel die benen uit elkaar. En die grote hup, ja, dat is toch wel een halve punt aftrek. Ja, 3/10 of een halve punt. Daar heeft de jury dan de keuze uit. En vandaar ook dat er meerdere juryleden zitten. En Nabieva wordt opgemonterd door haar teamgenoot. Ja, daar heb je natuurlijk ook een maat voor. 5,30 plus 9,133 is 14,433. En nou zie ik nu een D-score van 4,8. Ja, dan denk ik dat je geen aanspraak meer kan maken op een medaille van deze Britse Imogen Cairns. ...5,20. Want hij is gehoekt. Groot-Brittannië dat de laatste jaren sterk in opmars is. Alles gericht op Londen 2012. En daar zijn ze al jaren geleden mee begonnen. Vandaar ook dat we eigenlijk pas de laatste paar jaren de Britse turnsters nadrukkelijk in die finales zien. Dat zagen we vorig jaar al in Londen bij de wereldkampioenschappen. En ook dit voorjaar bij de Europese kampioenschappen die in Birmingham plaatsvinden. Ja, als je echt een groot evenement als de Olympische Spelen wil doen, dan moet je ook EK's en WK's organiseren in eigen land. Vandaar ook dat wij nu in Rotterdam zijn. Al ruim voor 2028. Wat gaat de score doen? 4,80 is de waarde en 8,766 de uitvoering. Nou, dat opgeteld en dan de twee sprongen gemiddeld is 13,999. En daarmee staat ze op de vijfde plaats. Nog steeds aan kop. Sacramento. Next gymnast from Korea, Honcho Cho. Honcho Cho uit Korea gaat een hele nieuwe sprong doen. 6,35. Is 5,31. Ja, mooi. De Koreaanse hebben we nog niet eerder gezien op een groot toernooi. Ze debuteert dus hier bij de wereldkampioenschappen. Een Zuid-Koreaanse. Kijk, eerst een halve draai. Vanuit, en dan een salto, ook met een halve draai. En we zagen dat door de Russische meisjes met een hele draai doen. De tweede vluchtfase. En deze Koreaanse doet dat dus met een halve draai. Het rode matje wat je ziet voor de plank, dat moet gebruikt worden bij de Yurchenko techniek. Net zoals die beschermkraag om de plank. Deze sprong van Hujo had een waarde van 5,60. Dat is de waarde van deze sprong. De D-score en dan wordt opgeteld de uitvoering, 8,70. En dan komt ze op 14,300. De D-score wordt nu 5,80. En ze gaat dus uit groep 4, sprong nummer 34. Dus uit de Yurchenko-groep gaat ze nu de dubbele schroef doen. Dezelfde techniek als Verona van der Leur in 2008 bij de Europese kampioenschappen. Ja. Prachtig debuut van deze jonge Koreaanse. De mannen uit Zuid-Korea die treffen we al vaak aan in finales. Maar bij de vrouwen is dat nog een schaars goed. Dus
Dit is wellicht een wegbereidster voor het Koreaanse vrouwenturnen. Landt keurig op de witte lijn. Daar is niks mis mee. Beenhouding is correct in de tweede vluchtfase. Is ze wel helemaal goed gedraaid. De rechtervoet was naar mijn gevoel niet helemaal doorgedraaid. Maar ze zal niet afgewaardeerd worden naar anderhalve draai. Daarvoor was de afwijking te gering. Maar je kunt natuurlijk dan wel wat aftrekpunten krijgen. Ja, dat was allemaal voor u bedoeld. En ze krijgt voor de tweede sprong 8.866. Moeilijkheidsgraad 5.80. En dat opgeteld en gemiddeld met de eerste sprong is 14.483. En daarmee gaat ze over de Britse Cairns naar de vijfde plaats. Diana Călaru uit Roemenië. Opmerkelijk dat Roemenië maar één finalist heeft. Terwijl de afgelopen jaren er altijd wel twee meisjes waren. Er mogen ook maar twee turnsters uit één en hetzelfde land deelnemen in een toestelfinale. Opmerkelijk is dat het nu dus maar één Roemeense is. Ja, Roemenië is toch wel teruggevallen na dat Olympisch goud van 2004. Eerst Sydney, 2000, toen ook 2004. En daarna is het wat minder geworden. Brons in 2008 en ja, nu toch ook weer verder gezakt naar de vierde plaats in het landenklassement. Let op de beenhouding in de eerste vluchtfase. Kijk, die zijn sterk uit elkaar. Nu worden ze pas gesloten. En ook dan zijn de voeten niet netjes naast elkaar. Dus qua stijl is er nogal wat voor af te trekken bij deze sprong. En Alicia Sacramone leidt nog steeds het klassement. De Russen maken hier hun notities. Terwijl Diana Maria Călaru uit Roemenië zich opmaakt voor haar tweede sprong. Een 4.80 is daar de D-score van. Uit 4.80. Djurchenko, overslag. Overslag, anderhalve salto gebeurt met halve draai. Een relatief eenvoudige sprong. Dus je springt voorwaarts naar de Pegasus. Afstoten. Benen iets waren uit elkaar. Te vroeg gebogen ook de benen. Dus je moet eerst met een gestrekt lichaam van het paard afstoten. En daarna mag je pas je lichaamsdelen groeperen in de hurkhouding voor de salto of hoekhouding voor de hoeksalto. Maar kijk, ze doet dat te vroeg, al tijdens de steunfase. Dat is een ernstige technische fout. Ja, in normaal tempo zie je dat eigenlijk nauwelijks. Hè? Maar ja, een jurylid is erop getraind om dat allemaal te zien. En aangezien ik zelf ook al 50 jaar in de turnsport zit en er ook veel naar gekeken heb, kan ik dat ook goed onderscheiden. En de Roemeense komt op de zesde plek met 14.066. Gaat dus ook de Britse voorbij. Sacramone nog steeds aan kop en weet zich eigenlijk nu ongeslagen. We hebben nog één finalist te gaan. Kerslin staat derde. Is haar positie veilig? Nou, dat weet ik niet, want we hebben nog een springster uit Brazilië. Jade Barbosa. En Sacramone heeft hier de Olympische ringen permanent in de nek gezet. Jade Fernandes Barbosa. En dat is een hele goede springster. Was vijfde bij de wereldkampioenschappen in 2007, drie jaar geleden. En stond ook in de Olympische finale van Peking op dit toestel. Werd zevende. Goed, wat kunnen we van haar verwachten? Eerste sprong. 5.80. Dus Djurchenko, dubbelschroef. Qua houding ziet de sprong er goed uit. Benen blijven strak bij elkaar. Deze 19-jarige turnster uit Rio de Janeiro. Let eerst op de beenhouding. Ja, een ietsje uit elkaar in de eerste vluchtfase. Maar in de tweede fase zijn ze redelijk strak. 1/10 misschien af te trekken. Ze landt op de witte lijn. Dus de lijn is correct. De lijnjury kan rustig blijven zitten. Hoeft niet tot actie over te gaan.
Die dame die zit daar achter de landing met die rode vlag. En de coach is gespannen. Wat wordt de score? 5.80 is de moeilijkheidsgraad. 9.133 is de uitvoering. Opgeteld 14.933. En daarmee wordt ze een bedreiging voor Arielle Kesslin uit Zwitserland, die derde staat. Er zit dus een medaille in voor deze Braziliaanse. En wel de bronzen medaille. Tweede sprong. Een sprong met een waarde van 5.60. Ja, ook die is strak. En nu is de ontlading groot bij de coach. Wauw, denkt Sacramone. Dat ziet er mooi uit, maar het is geen bedreiging voor mij. Ja, want Barbosa springt hier kijk, eerst maakt ze de halve draai naar de Pegasus. Dus de Jurchenko inzet. Arabier, dan de halve draai. En dan de handstand overslag. Blijft mooi strak. Landt op de witte lijn. Allemaal niks mis mee. Dat pasje natuurlijk met linkerbeen is aftrekt. Maar al met al toch een mooie uitvoering van deze sprongtechniek. Technisch ziet hij er goed uit. Ook qua lichaamshouding. Kortom, dat wordt ongetwijfeld een hoge score. En naar mijn gevoel zeker een medaille waard. En hebben we al de score in beeld? Ja, het is waar. Barbosa scoort 14.799. Wordt derde. Er is dus brons voor Barbosa. Maar goud is er voor deze Amerikaanse Alicia Sacramone. Die nu een wereldtitel wint op sprong. Een fantastisch resultaat. En de teleurstelling natuurlijk aanwezig bij de Zwitserse Kesslin. Die net dat bronzen medaille zag ontglippen en nu op de vierde plaats terechtkomt. Alicia Sacramone, de 23-jarige turnster uit Massachusetts, heeft hier de wereldtitel. En Mustafina rest de zilveren medaille naast die twee gouden die ze al op eerdere dagen had. Dat is nu zo'n beetje de conclusie van deze sprongfinale. Terwijl Nabieva inmiddels haar tranen gedroogd heeft. Nadat ze nog nu even samen met Mustafina overlegt. Ik zag daar nog een jurylid even telefoneren. Maar die loopt nu ook weg. Maar goed, de scores zijn vrijgegeven. Er zal dus ook niets meer aan veranderen. En daarmee kunnen we naar de uiteindelijke titelkaart gaan van deze eerste finale bij de vrouwen van dit wereldkampioenschap in Ahoy in Rotterdam. Sacramone, zij is de nieuwe wereldkampioene. Op het onderdeel sprong. Zilver is er voor Mustafina. En ja, er is toch wat rumoer hier, omdat er een protest is. Die vrouw met die bril, dat is Nelly Kim, de president van het technisch comité van het vrouwenturnen van de Fédération Internationale de Gymnastiek. En er schijnt nu een protest te zijn. En het protesteren kan je alleen maar tegen de D-score. En ik denk dat Rusland, omdat ik hier een Russische coach zie, protesteert tegen de afwaardering van de moeilijkheidsgraad van of Nabieva of van Mustafina. Dat weet ik natuurlijk niet, want ik heb geen papier gezien. Het zal wel over Nabieva gaan, die een gestrekte salto aangeeft. Maar de jury heeft dit niet beoordeeld als gestrekt. Ja, ik moet zeggen, dit is echt dubieus hoor. Ik vind het eigenlijk een slordige gestrekt, laat ik het zo zeggen. Wel gestrekt, maar je krijgt houdingsfouten, houdingsaftrek voor de knieën. En de coach van Alicia Sacramone, dat is overigens een Roemeen, die ziet dat op afstand gebeuren. En Nelly Kim, ja, die kunnen elkaar goed verstaan. Nelly Kim zelf is een Wit-Russin, die spreken dezelfde taal. Nelly Kim was in 1979 wereldkampioen in Fort Worth, een tijdje geleden. Daarna internationaal jurylid geworden en nu de voorzitter van het technisch comité. En Sacramone, de Amerikaanse, laat het allemaal heel rustig over zich heen gaan. En de coaches gaan elkaar feliciteren. Kijk, zo hoort dat. De Russische coach feliciteert de Amerikaanse turnster. Dat zou ik eigenlijk ook wel willen. Want die Alicia Sacramone, die liegt er niet om.
hebben we ook al heel lang zien turnen. Ik herinner mij in 2004, 6 jaar geleden, won ze al de wereldbekerfinale in Birmingham. Een jaar later werd ze Amerikaans kampioen op dit onderdeel. In 2005 bij de wereldkampioenschappen werd ze brons, derde dus. Toen in Aarhus in 2006 won ze de zilveren medaille. In 2007 de bronzen medaille. En nu dus voor de eerste keer de wereldtitel. En dat is toch opmerkelijk, dat volhouden, dat aanhouden van Sacramone. Ja, de Russische coach protesteert nog steeds. Is nog steeds in discussie met Nelly Kim. En het gaat dus over de tweede sprong van Mustafina. Niet over Nabieva. En rechts in beeld zien we de president van de Fédération Internationale de Gymnastiek, de Italiaan Bruno. Links daar ook een bestuurslid van, monsieur le docteur noem ik hem altijd maar, de Fransman. Maar dit is dan de stand. Goud en de wereldtitel voor de Amerikaanse Alicia Sacramone. Het zilver gaat naar Rusland, naar Alia Mustafina. En de bronzen medaille, fantastisch, naar de Braziliaanse Jade Fernandes Barbosa. Ja, en zo moeten de Russinnen dus genoegen nemen deze keer met een zilveren medaille. Waar het goud was in de meerkampfinale voor Mustafina en ook al goud was in de landenwedstrijden. Fieke, kon jij erachter komen wat nou precies dat protest was waar we naar hebben zitten kijken? Want wij weten het natuurlijk niet. Je moet het met alleen het beeld doen. Ja. Welke van de Russinnen gaat het om, denk jij? Ja, ik dacht in eerste instantie dat het om Tatjana Nabieva ging. Ja, die nu als vijfde eindigt. En jij zei als die... Als die zij heeft eigenlijk een uitgangswaarde van 6,5. En zij heeft maar 5,8 gekregen. Dus als je die 17 erop bij optelt, dan zou zij eigenlijk op de derde plaats terecht komen. Voor de duidelijkheid, het gaat dan dus om een element wat zij toegekend moet krijgen door de jury. Of ze dat element echt uitgevoerd heeft, als dat zo is. Ja. En dat dacht jij in eerste instantie, dan krijgt ze er zomaar 17 erbij. Hmm. En dan valt ze in de medailles. Ja, maar het kan natuurlijk ook om Mustafina gaan. Precies. Want de tweede sprong van Mustafina, die... Ja, die was wat laag uitgevoerd en ze moest wat meer afhoeken. Dus het zou kunnen dat ze die gehoekt hebben gerekend. En dat zij dus wel gestrekt zou krijgen, dat ze dan inderdaad de gouden medaille zou En dat is een ander verhaal dus. Dat gaat dan dus niet over de uitgangswaarde, maar over de uitvoering zelf. Zullen we gewoon eens kijken even naar alle vier de Russische sprongen dan maar. Dan krijgen we eerst Mustafina. Ja. Die al heel wat prijzen in de wacht heeft gesleept. Hè? De meerkamp won ze. En de landenwedstrijd dus met Rusland. Ja, je ziet hier die mooie 2,5 schroef. Mooi uitgevoerd, wel een stapje bij de landing. Maar voor zo'n moeilijke sprong weinig mis mee. Ja, daar ging de discussie dus niet over. Nee, hier ging de discussie niet over. Hier kreeg ze ook gewoon een mooi, heel mooi punt voor, 15-7. Ja. Ja, dit is die tweede sprong. Kijk, en hier zie je dat ze een wat gehoekte houding heeft. En die kunnen ze dan ook afwaarderen. Ja, en zou dat dan uiteindelijk net dat verschil maken? Want het is gemiddeld minder dan 2/10, hè, dat ze tekort minder komt. Dan 2/10 inderdaad van Alicia Sacramone af. Dus ja, we zullen het horen. Ja. Ja, kan het nu nog? We hebben dan de uitslag in beeld gezien. Gerard, kan je daar misschien wat zinnigs over zeggen? Kan je nu ook nog doorgaan met protest indienen? Kan het nog teruggedraaid worden? Ja, er is op een gegeven moment is er een stop en dan wordt de uitslagenlijst wordt gewoon geaccordeerd. Maar in feite is het zo dat je nog voor een halve minuut bij het einde van de finale moet je protest hebben kenbaar gemaakt. Ja. Moet je de formulieren invullen en die moet je dus bij de hoofdjury moet je die inleveren. Oké, ondertussen zien we Nabieva, waar het ook om de tweede sprong ging, toch Fieke? Ja, dit is de eerste sprong. Ja. Zie je dat ze inderdaad de 2,5 schroef probeert, maar dan zie je dat de voeten niet helemaal uitgedraaid zijn. En bij haar hebben ze hem dus een dubbele schroef gegeven in plaats van een 2,5. En dat scheelt dus 17 in de uitgangswaarde. Ja. Kijk, en dit is de tweede sprong. Dan zie je dat ze met overstrekte knieën landt. Dat is in de turnsport gebeurt dat regelmatig. Dat is altijd wel een vervelende blessure. Dus ik hoop dat ze hier niks aan overhoudt. Ja. Moeilijke uitgangswaardes. Dus en toen zagen we ineens dit. Waar toch vrij serieus iets wordt ingevuld. En Nabieva zat ernaast. Dus je zou toch denken dat het op haar gericht is. Ja, maar goed, ik heb even de uitgangswaarde van de tweede sprong van Mustafina gemist. Dus als we dat erbij hadden, had ik misschien nog een betere uitzicht over kunnen doen. Gaan zien wat daar verder nog uitkomt. Protesten indienen, Gerard, is dat aan de orde van de dag of gebeurt dat zo nu en dan een keer? Dat gebeurt zo nu en dan een keer. Het is niet aan de orde van de dag. Want op het moment dat je een protest indient, dan moet je $300 erbij leggen.
Op het moment dat je het protest wint, krijg je $300 terug. Op het moment dat je het protest verliest, dan ben je geld dus ook kwijt. Geld gewoon kwijt. Om te zorgen dat je echt serieus bent met een protest. Dat we niet 100 protesten op één dag krijgen. Juist, inderdaad. Maar het verhaal gaat nog verder. Want op het moment dat je het eerste protest verloren hebt en je dient in de wedstrijd nog een protest in, dan kost je tweede protest. Die kost je dus $500. En je, als je hem dus verliest. En je derde protest kost $1000. Dus als je als land zijnde een reputatie hebt dat je veel protesteert. Nou, dan kan je behoorlijk zakje geld meenemen. Ja. Heb jij daar geld mee verloren of mee gewonnen? In mijn carrière heb ik 3 protesten gewonnen en 1 verloren. Oké, dus je bent wel wat geld kwijtgeraakt, maar het was ook wat waard. Dus, ja, de federatie heeft wat aan mij moeten betalen daarvoor, ja, helaas. Ja, okay. Zo gaat dat. We gaan zo meteen even kijken hoe het ging op vloer. Dat was de eerste finale van vandaag. Even kijken wat er ondertussen gebeurt, Hans. Want volgens mij worden de prijzen uitgereikt, hè? Ja, dat is helemaal correct.